Hey iedereen, leuk dat je weer kijkt naar al deze games. Vandaag gaan we weer Rollercoaster Tycoon spelen. Dat zeg ik lekker op een accentje. Ik heb in de tussentijd nog een paar dingetjes aangepast. Nou ja, ik heb een paar extra dingen erbij gezet. Misschien valt het jullie helemaal niet op of zo hoor. Maar gewoon een paar prullenbakjes en bankjes. Volgens mij had ik ook vuilnismannen en zo ingehuurd. Ah ja, kijk. Hier loopt er eentje. Dus dat is... Oh. Dat is mooi. Ik had natuurlijk al een achtbaan. En... Oh, iets is gefixt. Mooi. Dan kunnen mensen daar weer van genieten. En ik zat dus even te bedenken van... Wat ga ik nu dan neerzetten? En ik denk dat ik even ga kijken. Want ik heb nog steeds geen idee. Ik weet het niet. Misschien een... Ik heb een goed idee. Denk ik. Ik wil dat hele grote reuzenrad. Die is er. Ja, die Giant Ferris Wheel. Die ga ik hier neerzetten. En dan ga ik daar omheen een pad bouwen. Zet ik dan wel een beetje ver. Bam. Oké. Nou, die is best wel groot inderdaad. Iemand die had mij al gezegd van hoe je moet draaien en zo. Dus ik hoop dat mij dat nu gaat lukken. Daar een ingang en daar een uitgang. Iemand zei scrollwiel ingedrukt houden en dan WASD. Sorry, not working. Dan dat is meer dit. En dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde echt draaien. Dus dat ik zeg maar achter de ingang zit, om het zo te zeggen. Iemand zei ook nog Q. Oh, ja, dat bedoel ik. Q. Oké, het is dus Q. Heel erg bedankt voor degene die dat heeft gezegd. Ik weet even niet meer wie het was, maar heel erg bedankt in ieder geval. Heel blij mee, want nu weet ik dat ook weer. Want ik vond het heel vervelend. We gaan even mooie boompjes of zo neerzetten. Of hier omheen, om het een beetje op te fleuren. Ik wil als eerst iets van een struik en daarna zet ik er nog bloemen bij. Hebben we niet zo'n large hedge? Nee. Dan doen we het zo. Oh, dan gaan we helemaal rond. En ik had niet zo heel veel challenges meer gekregen. Ja, alleen een achtbaan onder de grond. Een achtbaan door het hele park en dat soort dingen. Maar door het hele park, dat ga ik nog niet doen. Dat ga ik waarschijnlijk wel nog een keer doen. Als het groter is, maar het is nu nog heel klein. Dus ja, dat is niet zo... slim, want dadelijk bouw ik het en dan is het helemaal ergens buiten het park waar ik niet meer ga bouwen. En voor degenen die zich afvragen wanneer deze serie klaar is, zeg maar. Nou ja, gewoon als ik vind dat het park mooi genoeg is. Of als ik het nou heb gezien. Niet dat ik denk van ja, nu ben ik klaar, ben ik stop. Nee, dat niet. Maar gewoon als ik niks meer weet ofzo. Rozen. Hier in de hoek. Rozen. Nou, wat leuk. Wat cute. Oké. Nee. Nou, dan gaan we weer even draaien met Q. Oké, fijn. Zo. En dan gaan we even het pad verder bouwen. Even kijken hoe we dat gaan doen, want ik ga denk ik de ingang zo maken. Oh. Dat is nou weer jammer. Dat kan blijkbaar niet, dus dan zetten we hem zo. En dan ga ik toch weer draaien. Ik weet niet waarom ik net omdraai. Dat wou ik helemaal niet. Zo. En dan gaat dit verder doorlopen. Ups, oké. En dan... Nee, ik doe mijn pad terug. En dan gaan we dadelijk naar die kant maken voor een wat groter pad. Want dat staat mooier, vind ik, dan dat kleine gedoetje. En we gaan nog naar die kant ook. Hupsakee. Maak even snel een lijn. Die moet nog open. Zo, there we go. En dan nog de uitgang. Oh, hij maakt geluid. Die gaat iets
verder. Oh ja, ik kan zo. Oeps. Nah. Perfect. It's just perfect. Ik vind het hier een beetje leeg, dus daar gaan we even iets aan doen. Misschien hebben we iets van een leuk, schattig beeld of zoiets. Wat we daar even kunnen neerzetten. Paradijsachtig iets. Nee, dat is niet echt wat ik bedoel. Misschien meer hier. Oh, wacht. Ik zag een mooie fontein. Een beetje klein. Is het niet een beetje iets groters? Grote fontein. Wat is dit? Smoke. Oké. Ja. Ja. Kijk, perfect. Maar hij is net iets te groot eigenlijk. Dat is niet perfect. Nee, iets groter. Waarom is de perfecte er niet? Wacht, kunnen we hem niet met dit groter maken? Oh nee, dan kunnen we de grootte uitkiezen. Of zo. Ik snap het niet meer. Oh ja, jawel. De grootte. Octopus. Ja, dat is weer zo eng. Voor de kleine kindjes onder ons. Ik zet gewoon deze neer. Nou, ik vind hem wel leuk. En dan zetten we er even een mooie hek omheen. Een paar plantjes. En dan ziet het er hartstikke goed uit. Denk ik. Hoop ik. Nou, dan ga ik mijn mooie hek weer gebruiken. Oh nee, die heb ik helemaal niet gebruikt. Nou ja, ik ga vanaf nu dus even deze gebruiken. En dan in de kleur wit. Want dat vind ik veel mooier. Ik begon met een soort piratenhek. Maar dat vind ik er eigenlijk helemaal niet uitzien. Dus daar stoppen we gelijk mee. Zo. Ik wil ook nog iets met thema's gaan doen. Zo een paradijsthema en Halloween thema. Maar ja, daar ben ik ook weer slecht in. Want dan wil ik het zeg maar gaan doen. En dan denk ik van nee, het ziet er gewoon niet uit. Want dan loopt het ineens in één keer heel lelijk over. En ik weet niet, ik ben gewoon slecht in dit eigenlijk. Maar ja, ik speel het toch, want dat vind ik wel grappig. Ik wil straks ook een keer in het reuzenrad. Dat wil ik zien. En dan moeten nu hier nog een paar... Er zijn... Oh, ik heb dit allemaal uitgezet. Ik dacht al, er zijn zo weinig bloemen. En nu zijn er nog steeds zo weinig bloemen. Nou, het zal wel aan de bloemen liggen dan. Dan gaan we maar mooie plantjes zoeken. Harte plantjes. Oh, die vind ik wel leuk. Die zet ik zo. 1, 2, 3, 4. Heel symmetrisch gedoe, of hoe heet dat? 1, 2, 3. Nou, dat kan niet. Dan zetten we hem gewoon weer. Nou, is het toch nog een beetje leuk. Giant fern. Oh, die had ik eigenlijk hier willen gebruiken. Nou ja, te laat. Die kunnen we misschien nog hier omheen. Of is dat iets te groot? Deze denk ik iets te groot. We gaan een kleinere gebruiken. Compact fern. Ja, die is beter. Denk ik. Gillen er nou mensen in het reuzenrad? Is dat nou zo eng? Nou, dan maar zo. Het ziet er niet uit. Dat zag ik de hele tijd. Nou. Ik heb honger. Moet ik even delen. Hier kan er nog eentje. Wat zou ik nog meer bouwen? Ik ga denk ik hierna beginnen met de achtbaan. Ja? Ja? Dat was mijn mama. Die vroeg of ik kon helpen met eten. Natuurlijk kom ik helpen met eten. Ik ben hartstikke aardig. Grapje. Okay. Nou, prachtig. En nu wil ik nog even een paar mooie palmboompjes. Of een baobab. Nee, die past niet. Ik ga de baobab nog wel gebruiken hoor. Nou, even een ander soort palmboom. Oh, hier. Hupsakee. There we go. Oh. Nee, wacht. Ik heb ze niet helemaal goed neergezet. Daar en dan nog een beetje. Hier. Beautiful. Nou ja, ik vind het er zo best goed uitzien. En nu gaan we even hierin. Oh. Kunnen we ook een beetje rondkijken? Oh ja, dat kan ook. Hey. Zo, jij bent klein. Kan je het wel zien? Hé, jij ook. Jij ook. Nee, volgende.
Gil niet zo jong, speenvarkens, wat? Zo hoog is het niet, nou ja, het is best wel hoog. Maar als het dadelijk helemaal mooi is, het park, dan heb je helemaal zo'n mooi uitzicht erover. En nu is het alleen nog dit stukje, maar... Dat gaat helemaal goed komen. En ja, nou ja, we hebben nu dus weer een klein stukje aangebouwd. Heel klein stukje maar. En ik ga nu stoppen, want ik ga lekker eten maken. Dus dit was de aflevering van vandaag. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan gewoon nog steeds. Jullie zien mij volgende keer weer. Bye!